prachtig gevonden plek, mooie compositie, je wordt door de foto geleid en ja, heel mooi gedaan ook weer. Welkom bij de Portfolio Review. Mijn naam is Tom Vogels, outdoorfotograaf, zowel landschappen, maar ook zeker dronefotografie. De wereld vanuit een ander perspectief bekijken is heel gaaf om te doen, dus laten we snel naar de portfolio's gaan kijken. Nou, ik heb hier een prachtige foto van Fleur van der Hof. En ja, dit zijn natuurlijk de bollevelden. Prachtige kleurencombinatie ook. Of combinatie kleurzweem die ik meteen zie. En wat ik heel erg tof vind aan deze plaat is dat het eigenlijk een combinatie is van zowel symmetrie als asymmetrisch. En dat zie je eigenlijk natuurlijk in het lijnenspel. Je ziet eigenlijk verschillende lijnen die natuurlijk zo lopen tussen de velden. En daarnaast zie je deze lijn natuurlijk in het midden. Dat zijn eigenlijk de symmetrische lijnen die je ziet. Maar als je kijkt naar de asymmetrie binnen deze foto, dat zit hem eigenlijk in de plaatsing van het grote stuk in het midden. Want die zit net niet helemaal in het midden. En dat vind ik eigenlijk wat deze foto heel speels maakt. In eigenlijk een hele ja, symmetrische compositie. Wat ik me af zou vragen is wat er zou gebeuren in de foto als je hem iets meer kropt. Dus zeg een beetje op deze manier. Dan natuurlijk even een rechte lijn. Wordt die dan saai of niet? Dat zou je natuurlijk altijd nog eens zelf kunnen proberen in de nabewerking. Om te kijken of dat je daar juist meer uithaalt omdat die... ja, dan nog meer klopt. Hè. In ons menselijk brein vinden wij het fijn om iets symmetrisch te zien. En hier ligt hij net iets uit het midden. Ja, ik moet zeggen, persoonlijk, ik vind het echt heel gaaf gedaan. Het geeft een heel speels effect als je kijkt naar het lijnenspel. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kleuren. Want je ziet ook een soort van kleurverspringing van hier het meer lichte naar hier het meer het donkere spel, zeg maar. En dat geeft ook gewoon een heel speels beeld met een hele mooie kleurschakering die over het hele... vlak eigenlijk loopt en ja, ik weet zeker dat in de gemiddelde bloemenkweker zou deze echt wel aan zijn wand willen hebben hangen in de kantine, zeg maar. Dus prachtige plaat, Fleur, heel mooi gedaan. Ja, wat je nog zou kunnen proberen in de nabewerking verder is om eens te kijken of je de schaduwen uit de donkere delen van deze iets meer op kan trekken, want dit wordt eigenlijk best wel een iets te donker vlak. Kijken wat dat dan ook gaat doen, want aan deze kant zijn ze eigenlijk best wel licht en het trekt helemaal door naar het donkere toe, zeg maar. Je zou eens kunnen kijken wat dat gaat doen, maar ja, desalniettemin, ik vind ook de symmetrie die hierin zit, in eigenlijk de driehoek die je daarin maakt, ja, heel super gevonden. Het enige waar je misschien, wat ik anders zou kunnen doen, is dit kleine hoekje hier aan deze kant. Ja, die zou ik dan eraf halen, denk ik. Dat je iets meer met de langere lijnen begint, want ja, het voegt denk ik niet heel erg veel toe. Dat vind ik een lastige, wat zei ik hier zelf van. Ik vind het een hele mooie foto. Met name het asymmetrische aspect, dat vind ik heel tof. Nou, dit is de tweede foto van Fleur die is ingestuurd. En ja, je ziet hier een hele mooie kronkelende weg door de bergen in een fantastisch herfstlandschap. Je ziet natuurlijk de mooie kleuren nog in de bomen zitten. Waar in ieder geval nog mooi blad ook eraan zit. Een combinatie van groen en bruin en wat geel tinten. Nou, wat ik heel tof vind is dat je eigenlijk door de volledige foto wordt meegenomen. Hij begint hier aan de linkerkant. En die loopt helemaal zo met die weg mee. Dat is eigenlijk wat je oog vanuit oorsprong of vanuit nature ook doet. En dat werkt met name zo bij westerse mensen natuurlijk. Wij zijn ook gewend om van links naar rechts te lezen. Dus als wij naar een foto kijken, dan zie je eigenlijk dat je eerste blik ook meest vanaf de linkerkant van de foto gaat. En het is de kunst om die compositie dusdanig te maken dat die hele foto doorloopt. Meteen rechts het beeld uiteindelijk weer uit. Dat is ook wat in deze foto heel erg goed is gelukt. Wat ik daarnaast heel erg mooi gedaan vind, is dat kijkend naar het licht wat valt op de weg, dit stuk eigenlijk, wat ik nou omcirkel, daar zijn de hooglichten heel erg omhoog getrokken, waardoor je echt wat het contrast ook ziet van de wegdekmarkering ten opzichte van ja, het natuurlijke geweld wat natuurlijk van de bomen daarnaast allemaal zit, waardoor je een heel mooi contrast ook krijgt. Ja, wat mij verder opvalt qua compositie in deze foto, en dan is met name dat de linkerbovenkant eigenlijk niet echt meedoet. Het zit er wel in, het is ook heeft ook een vorm van ja, iets meer verlicht, zeg maar. Hè. Dus dit stuk is wat lichter eigenlijk dan de rest van de foto. Dus de vraag is, in hoeverre voegt dat natuurlijk wat toe? Nou, je zou hiervoor ook eens kunnen kijken om je kadrering wat anders te zetten. En dat kan aan de ene kant door er gewoon een verticaal shot van te maken. Dat je gewoon heel mooi juist dat lijnenspel echt centraal zet. Of je zou kunnen kijken of dat je toch de linkerbovenkant net even wat lichter kan maken.
Ja, daarnaast vind ik de gouden, gele-achtige tinten vind ik heel erg mooi. De vraag is of dat er net iets te overgesatureerd is. Of dat je daar net iets minder in zou kunnen doen, waardoor juist het contrast met die weg te meer uitspringt. Aan de andere kant, weet je, als dit ook de locatie en de plek en de omstandigheden waren waarin je deze foto maakte met deze herfstsfeer, ja, dan moet je het ook wel absoluut erin laten zitten. Maar de bovenkant van de foto doet eigenlijk het minst mee. Daar zou je eens mee kunnen spelen ook in de nabewerking. Maar ja, al met al een fantastische, mooi gevonden locatie ook. Ik vind het ook leuk dat er op dit moment geen andere auto rijdt. Je zou nog eens kunnen wachten natuurlijk op het moment dat je wel een auto gaat, bijvoorbeeld een mooie rode auto of zo, als die daar zou rijden. Wat dat dan zou doen met je beeld. Maar prachtig gevonden plek, mooie compositie, je wordt door de foto geleid. En heel mooi gedaan ook weer. Nou, dit is de derde foto die ik mag reviewen van Fleur. Wederom een hele gave foto in winterse omstandigheden. Dit zijn eigenlijk de perfecte omstandigheden ook om lekker met een drone naar buiten te gaan natuurlijk. Als er een zonnetje schijnt op een bevroren winterlandschap. Nou, dat is fantastisch. Sowieso lekker om dan buiten te zijn natuurlijk. Nou, hier zien we eigenlijk de sneeuwtoppen van de bomen. Waarbij je de gloed van de zon over de hele foto eigenlijk terug ziet komen. Waarbij je eigenlijk ook een soort van schaduwlijn precies zo ziet lopen. Nou, dat kan je ook wel meteen zien als een leidende lijn in de compositieleer, zeg maar. En compositie is eigenlijk niks anders dan het scheppen van orde in chaos. Ja, en zo'n lijn die helpt ons ook dan om daar een soort van orde in te krijgen. Het kan zijn dat daar een weg onder liep of in ieder geval een soort schaduwvorming kreeg je daardoor. Wat mij daarnaast wel opvalt in deze foto is dat eigenlijk in bijna alle hoeken, behalve linksonder, dus deze kant en deze kant, zit best wel veel schaduwvorming. Daar zitten harde schaduwen ook. En de vraag is of dat ook echt wat toevoegt of dat het meer afleidt. En mijn eerste indruk was, het leidt me een beetje af van het beeld, want de uitstraling verder is echt prachtig. Alleen ik denk, wat doen die donkere hoeken daar dan? Dus dan zou je nog eens kunnen kijken of je daar eventueel ook met je kadrering of misschien juist even de schaduwen opbrengen. Daar zou je ook het een en ander nog mee kunnen doen. Ik vind de sfeer in de foto heerlijk, wat ik al zei. Je zou kunnen kijken of dat je er misschien nog even lekker een beetje levendigheid, saturatie nog in kan brengen. En iets uit het bruine ook wellicht weg kan trekken. Want anders dan heb je kans dat hij iets te bruin ook wordt. Maar desalniettemin, ik vind het een prachtige foto in een heel mooi winterslandschap. Dus complimenten ook, Fleur. En als je dan deze drie foto's van Fleur ook naast elkaar legt, dan zie je wel een soort van gemene delen erin. Is dat het zijn prachtige landschappen die vaak van mooie hoeken ook worden genomen. Hè. Deze is natuurlijk meer een beetje recht van boven genomen. Als je kijkt naar de vorige foto, daar zit meer een schuine hoek ook in. Waarbij er heel veel aandacht is gelegd op de compositie. En ook van het bollenveld is heel veel aandacht gelegd op de compositie. Dus ik vind wel echt complimenten, Fleur, dat je zoveel met die compositie ook bezig bent. Dronefotografie is vaak niet alleen maar meer een drone in de lucht gooien en dan, het is een ander standpunt, dus hartstikke leuk. Je moet echt aandacht geven aan die compositie. Het kleurgebruik zie je eigenlijk door alle foto's ook heen, is subtiel gedaan. Is niet te, maar het geeft vaak wel een warme gloed zit er ook in. Er zit vaak ook wat kleurschakeringen in, waardoor het eigenlijk je wordt geleid door de foto, ook door de kleuren. En er is gewoon ontzettend veel aandacht besteed aan het juist vinden van de juiste locaties. Dus goed gedaan, Fleur. Nou, mag ik nu de eerste foto reviewen van Tom. Tom der wordt ook dronefotograaf en zoals je ziet ook echt wel een kenner van de mooiste plekjes. Dit is natuurlijk een fantastisch kasteel op een heuvel. En wat je hier meteen ziet is, dit is voor ons mensen een van de meest fijne composities om te zien. Namelijk een centraal gerichte compositie. Een onderwerp precies in het midden. Natuurlijk heel fijn en meteen wordt je blik daar naartoe geleid. Maar het is niet alleen maar dat onderwerp wat ik precies in het midden zie. Ik zie ook eigenlijk twee leidende lijnen die mij die kant op wijzen, zeg maar. En dat zijn deze twee van de heuvel. Dat is natuurlijk ook heel slim gedaan om op die manier dan ook je onderwerp neer te zetten. Wat ik daarnaast heel gaaf vind is dat hij het moment heeft gekozen, is dat de zon het topje van het kasteel, de warme gloed ook geeft en niet het hele kasteel. Waardoor je toch ook meer beweging en dynamiek krijgt in je onderwerp op deze manier. Vind ik ontzettend gaaf gedaan. Als ik dan kijk, wat zou je anders nog kunnen doen?
Ik weet niet of je heel veel anders op dat moment zelf had kunnen doen. Maar wat je wellicht wel kan doen is op een ander moment terugkomen dat er iets meer in de lucht gebeurt. Als je nu kijkt naar de lucht zit daar ja, eigenlijk een soort van, ik noem het even saai. Het is niet saai, maar ik noem het even ja, saai vanwege het feit dat er gewoon weinig bewolking is. Het is net niet, de zon is net niet onder die lekker tegen de wolken aankaatst, waardoor je een mooie rozige oranje gloed krijgt, zeg maar. Ja, stel je voor dat dat nog eens zou gebeuren in combinatie met dit onderwerp. Ja, dan zou die helemaal van het scherm afspatten. Er is wel mooi gebruik gemaakt van de regels van derde. Hè. Je ziet natuurlijk, deze lijn ligt precies op een derde. Als je hem zo kijkt, dus zo is heel slim ook naar het onderwerp gepositioneerd. Maar ook gewoon de lijn van waar de lucht begint, zeg maar. Dus daar zou ik zeker niks aan veranderen. Een ander ding wat mij opvalt is dat er best wat korrel, er zit best wat ruis in de foto. Dus kijk ook even naar welke ISO-stand je hebt gebruikt. Een drone heeft natuurlijk maar een kleine sensor. En daar, op het moment dat je ISO toch net iets te hoog zet, dan krijg je al heel snel ruis en een korrel in je beeld. Nou, dat zie je wel ontstaan, dat zie je best wel snel ontstaan. Dus probeer dan om met een iets langere sluitertijd ook te werken. Waardoor die ruis net iets minder ook wordt. Maar ja, desalniettemin, ik vind het een prachtige foto op het goede moment gemaakt. En ik zou zeker nog eens een keer terugkomen. Nou, heb ik hier een tweede foto van Tom. Ook weer in een heel mooi winters landschap gemaakt. Waarbij je dus lekker de sneeuw op de bodem ziet liggen. Je ziet de bomen, je ziet de sneeuw in de bomen hangen. En je ziet ook gewoon een hele mooie compositie hier weer terug. Wat me opvalt is natuurlijk dat het, ik heb het idee dat er juist iets gedesatureerd is in de nabewerking, zeg maar. Dus dat je niet die hele felle groene kleuren ziet, maar juist een hele rustig beeld eigenlijk heb gecreëerd. En dat vind ik in dit geval extreem goed gedaan ook, omdat het juist een heel beetje mysterieus effect geeft ook deze foto. Als je nu kijkt naar de compositie, dan heb ik het gevoel als ik hem voor het eerst bekijk dat ik denk van hey, die lijn, die zit net niet in het midden, maar dat kan ook te maken hebben, misschien zit die dat wel, als je kijkt technisch, je gaat meten. Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat ik een paar wit plekken zie op deze foto. Dat zijn namelijk deze, deze en deze. Die mijn brein afleiden van de lijn, zeg maar. Ik weet niet of dat je daar in de nabewerking heel veel meer mee had kunnen doen, omdat er nou simpelweg geen bomen stonden. Maar je zou wel kunnen kijken van wat nou als dit een, ik zal deze even weghalen, wat nou als dit een verticaal shot was geweest. Ook het leuke trouwens van drones is dat ze tegenwoordig ook gimbals maken die ook verticaal kunnen schieten. De spelen is natuurlijk helemaal in op de markt van Instagram en dergelijke. Heel slim gedaan en het is ook heel snel gedaan ook vaak als je in de lucht hangt, zeg maar. Ik weet niet of je zo'n drone hebt, maar anders kan je het gewoon in de nabewerking natuurlijk doen. Zou je hem op deze manier kunnen kroppen, waardoor je die lijn echt exact in het midden hebt en eigenlijk geen ballast krijgt van die witte plekken, zeg maar, op de vloer. Ja, maar desalniettemin, ik vind het een prachtige foto qua kleur, qua omstandigheden ook weer heel goed gevonden. En de volgende keer moet je misschien eens iemand meenemen en op dat pad laten lopen. Kijken wat er dan gebeurt. Of misschien iemand met een hondje. Het geeft toch meer iets meer speelsheid, zeg maar, in het beeld. Locatie top gevonden. Hartstikke leuk gedaan. Mooie plaat. Nou, derde foto van Tom die we nou mogen reviewen. En wederom ook een heel mooi landschap gevonden met een lekkere kronkelweg erin. Ja, moest je toch altijd vaak de bergen in, maar dat zijn ook vaak waar je de mooiste plekjes kan vinden. En zeker met dronefotografie, ga lekker de bergen in, ga de toppen van de bergen bekijken. Maar zeker draai je camera ook eens een keer omlaag en dan zie je dit soort beelden. Ontzettend mooi gevonden ook. En zeker ook als je kijkt naar het gebruik van compositie, je wordt weer heel de foto doorgeleid. Hey, je begint hier vaak, of je begint in dit geval, even een nieuwe laag gaan maken. Je begint zo en heel je oog wordt door de hele foto geleid doordat je de weg volgt. Waarbij volgens mij de highlights lekker zijn opgelicht ook. En dat geeft ook een heel mooi speels beeld. Sowieso het speelse beeld van de weg. En het leuke detail in dit geval is natuurlijk het rode autootje wat je hier ziet rijden. Ja, dat is ontzettend goed gevonden. Ik zie ook in deze foto zie ik wel wat flinke korrel wel terugkomen, wat ruis. Dus denk ook zeker even aan je ISO-standen die je op dat moment gebruikt. En je zou in dit geval ook eens kunnen experimenteren met een iets langere sluitertijd misschien. Kijken wat het met de auto doet. En natuurlijk, het is altijd lastig, zeker als het niet zelf je eigen auto is of je stuurt iemand de weg op. Je bent afhankelijk van anderen.
Ja, het enige wat mij wel afleidt in deze foto, kan je waarschijnlijk niks aan doen, maar misschien in de nabewerking met het klonen of wat dan ook, is dit stukje hier onderin. Voegt natuurlijk niet zo heel veel toe, maar het is een natuurlijke omstandigheid van het landschap. Maar goed, ja, het leidt mij wel een beetje af, juist van die hele mooie weg, zeg maar, die eromheen zit. Ja, ik vind verder een hele mooie foto. Aan de compositie zou ik absoluut niks veranderen. Je zou nog eens wat met de groentinten kunnen spelen. Misschien deze kant vind ik misschien net iets te fel groen voor die herfstachtige omstandigheden. Maar ik zou verder niet heel erg veel meer aan doen. Dus ook voor deze complimenten, Tom. Ja, de laatste foto van Tom die ik mag reviewen, dat is deze. Waarbij eigenlijk de drone lekker de lucht in is gestuurd. Camera omlaag 90 graden. En nou, dan krijg je dit beeld. Het zijn natuurlijk ook de toppen van de bomen. Dat ziet ook mooi. Of het is regen of het is nog een beetje sneeuw dat er ligt. En daar zie je eigenlijk dit beeld in terugkomen. Ja, wat Tom hier heeft gedaan is een soort van vignet aangebracht in zijn nabewerking. Waarbij je eigenlijk het midden flink oplicht en de randen zeg maar, wat donkerder maakt. Nou, dat kan je doen met maskers of met een vignet. Ik zou zelf altijd een masker gebruiken. Daar heb je namelijk iets meer controle over je nabewerking dan als je aan de vignet schuif zeg maar, gaat draaien. Een masker kan je dan gewoon omdraaien, waardoor je eigenlijk heel erg gericht je vignetplaatsing kan doen. Zeg maar. Als ik kijk verder naar dit beeld, dan zit er voldoende scherpte in. De kleuren zijn mooi. Maar ik heb wel last van een paar dingen die me opvallen. Dat is deze, dat is volgens mij een beetje een dode boom. Hier ligt een boomstam plat en er zitten hier links en rechts zitten wat ja, donkere plekken die eigenlijk niet echt meedoen. Daarnaast, qua compositie, vind ik hem ook lastig, want je ontdekt hier niet echt een compositie in. Dit is typisch een drone shot waar je gewoon de drone heel mooi het lucht in en omlaag kijkt en dan kijk je in zo'n bos. Maar er is ja, niet echt gebruik gemaakt van een lijn, van de regels van derden, waardoor het voor het menselijk oog soms ook lastiger kan zijn om daar een soort logica in de foto te vinden. Dus wat ik in dit geval zou doen, is dat ik deze een beetje zou gaan bewerken dat hij dezelfde kleurstelling zou hebben als de andere. En dan zou ik dit toch een verticale plaat maken, dat ik deze boom in ieder geval niet heb, dat dit me niet afleidt, deze donkere delen niet. En dan geef je toch iets meer spanning denk ik aan het beeld, waarbij je deze en deze donkere kanten nog steeds wel gewoon in je foto hebt. Nou, al met al ook weer een mooie locatie gevonden. En als ik überhaupt kijk naar het hele portfolio van Tom, daar zitten daar ontzettend gave platen bij met een hele afwisseling van hele mooie gevonden composities, van hele mooie leidende lijnenspel, van allerlei weersomstandigheden. Dus, ga zeker zo door met dronefotografie. Ga lekker plekken ontdekken. Gooi dat ding de lucht in, zoals ze dan zo mooi zeggen. Ga ontdekken. En ja, complimenten ook. En ik zou zeker ook aan de muur willen hebben. Dus dankjewel voor het insturen, Tom. Ik heb net twee fantastische portfolio's gereviewd van dronefotografen, van Fleur en van Tom. En ja, ik moet zeggen, het zag er echt geweldig uit. Er is heel veel aandacht besteed aan de compositie, aan het gebruik van kleur. Aan de verschillende locaties ook. Met leuke speelse elementen gespeeld in het beeld. Dus ja, ontzettend gaaf gedaan. En wil jij je portfolio ook laten reviewen door een fotograaf? Gebruik dan onderstaande hashtag op Instagram. En nou ja, wie weet zie je jouw foto's ook snel terug.